De overheid zou geen ambtenaren afvloeien, dit zegt vicepresident Ashwin Adin. Hij sprak gisteren in het parlement tijdens de voortzetting van de bespreking van het stabilisatie- en herstelplan 2016-2018. Om het aantal werklozen vanwege de crisis niet verder te doen stijgen, is een van de maatregelen in het plan het in dienst houden van de ambtenaren. De regering heeft het IMF, die de afvloeiing van ambtenaren als een van de leningsvoorwaarden stelt, inmiddels kunnen overtuigen, zegt Adin. De regering verwacht namelijk dat gedurende de periode van stabilisatie en herstel de werkloosheid zal toenemen. Het niet ontslaan van ambtenaren is daarom een van de vier maatregelen binnen het structureel aanpassingsprogramma om het leed te verzachten, zegt de VP. Er zal een urgentie-investeringsprogramma van overheidsinvesteringen uitgevoerd worden om de daling van de BBP en daarmee ook de daling van de werkgelegenheid, terwijl de buitenlandse en de lokale particuliere investeringen versneld geaccommodeerd zullen worden om hetzelfde doel te bereiken. C. Het ministerie van Sociale Zaken zal haar financiële bijstand aan behoeftigen huishoudens verbeteren en verhogen, waardoor meer huishoudens en personen ondersteund kunnen worden. Als het ware vangnet en wat we noemen conditional cash transfer, etc. D. Het ministerie van Arbeid, in samenwerking met andere ministeries, zal een werkgelegenheidsprogramma uitvoeren. En dat is een heel dossier. Als ik minister Mustadja hier zet, dan kan hij daar uren over praten, denk ik. Dat die verlichting zal moeten brengen in het vraagstuk van die werkloosheid. En E. Het ministerie van HI en andere instanties zullen het klein ondernemerschap actief stimuleren en zo de werkgelegenheidsinitiatieven van het volk ondersteunen. De regering gaat ook overleg voeren met bedrijfsleven en organisaties om na te gaan hoe de communicatie naar de bevolking toe verbeterd kan worden. Het gaat daarbij om het plegen van afstemming voor wat investeringen betreft en zeker ook voor wat betreft het partnerschap tussen de overheid en het bedrijfsleven. Vicepresident Adin ging ook in op de vraag of de regering compenserende maatregelen kan treffen ter bescherming van behoeftigen zoals kinderen, ouderen, zwangeren, mensen met een beperking, werklozen en binnenlandbewoners. We zitten met de instelling van de Nationale Commissie voor de Voorbereiding van de Armoedegrens, NCVA. In juni 2016 is er een aanzet gegeven om binnen korte tijd een voorstel te doen aan de SER, de Sociaal Economische Raad, over een monetaire armoedegrens. Op basis van die grens zal de SER een voorstel aan de regering doen over een financieel haalbare armoedegrens. Die armoedegrens zal als uitgangspunt dienen voor het sociaal beleid, waarbij de groepen die ook getroffen zijn door de economische crisis zullen worden opgenomen in de uitbreiding van het sociaal vangnet. Onderdeel daarvan is het conditional cash transfer programma, zoals ik die noemde, waarmee volgens planning in september 2016 een aanvang zal worden gemaakt. Ook het ministerie van Arbeid zal een speciaal werkgelegenheidsprogramma, die ik eerder noemde, ontwikkelen of ontwikkeld heeft en uitvoeren. Deze maatregelen zijn naast de compensatie in die loonsfeer. Vicepresident Ashwin Adin, hij sprak gisteren in het parlement bij de voortzetting van de bespreking van het stabilisatie- en herstelplan 2016-2018 van crisisbeheersing naar transformatie van de economie.